Ja, heel lang genoeg wacht zeker. Ja. De backside of water! Dat is best wel douchen. De backside of water! Splash Mountain! Jungle Cruise! Nee, het is Splash Mountain. Jordi! Ja? Dat is een doolhof hier. Ja, dat is een doolhof. Oh, maar niemand weet dat. Oh-oh. Oh-oh. Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee. Ik heb botten, ik heb mini-botjes, ik heb een hoofd, ik heb alles. Welkom. Nee, dat is hier niet. Ah, oké. Okay. Sorry, andere attractie. Dit is Pirates of the Caribbean. Ah! A new Queue Line, dat is Pirates. Wat gebeurt er? Queue Line Pirates. We leven waar het is van Pirates. Weet ik niet, we zijn Pirates aan het zoeken. Ja, is er een castmember? Wij zoeken Pirates. Ja, help Spirits ons. Pirates hier. Pirates of the Caribbean. Backstage. Dat is een nieuwe crew line van Pirates. Oh, die castmember ziet er een beetje dood uit hier. Niet gezond. Verkeerde cupcake gegeten, denk ik. Oeh, dat komt niet goed. We zijn verkeerd. Oeh, nog een dode castmember. Waar? Hier. Oei. Oei. De Betsy Show, hallo! Hallo! En de tele Romeo. Ja. Nee, je moet het weten. Nee. Ja, wel een avond. Jordi. Ja, voor alles wat het eerste keer. Jordi. Ja. Jordi. Ja. Jordi. Philip. Philip. Ik ben de weg. Ik ben de weg kwijt. Ik ook, ik zoek de hangbrug, maar ik vind die niet. Ik ook niet. Dit is mijn nieuwe douche. Douche. Jordi's douche. Yes. It's very nice. Trappen, trappen, trappen. Ja. Wee, 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 wee. Hey, dat je precies niet hebt gezegd, dat sleep hier als jij. Zeg Jordi, wow. De volgende keer een pamper, hé. Want ik leer dat ze hier nog pesten hebben. Ja, klein of groot, dat interesseert me niet. Stinkt. Ja, nee, we zitten verkeerd. Dat is ja. Een sortie, we moeten geen sortie hebben. Ja, maar wat voor sortie? Sortie hangbrug. Hoe sortie hangbrug? Niet zo ver, maar hier in de donker. Waar is sortie hangbrug? Dat weet ik ergens in. Wat is dat hoor? Ja, wij komen zoveel naar Disneyland en we weten de hangbrug niet. Het is al een blooper op zichzelf. Dat wordt een video van 3 uur zoeken achter een hangbrug. Deel 1, deel 2, deel 3, deel 4. Dat is de hangbrug. Nee, dat is de drijfbrug. Is dat niet langs daar? Ik weet niet. Ja, ik ook niet. Ah, de drijfbrug. Maar ja, die hebben we niet. Dat hebben we gedaan, hè. We gaan precies naar boven hier. Pont suspendu, dat is hangbrug. Een pont is een brug en suspendu is hang. Hangen. Hangen. We worden slimmer met de dag. Een beetje Frans erbij leren. Ja. We hebben zien dat geen lift. Nog niet. We zijn in het begin in Disneyland, maar tegenwoordig is alles met de lift. Trappen! Liften zijn hier niet te vertrouwen, 3 uur later! Trappen! Dit doe ik dus elke dag, hè. Jordi, 4 uur later en we zijn boven. 37 uur later. Yay! Gevonden! Yay. Ik heb het toppunt, het hoogste punt van Disneyland Parijs bereikt. Ik bereik altijd mijn hoogtepunt in Disneyland Parijs, dus. Ah ja? Wat is het hoogtepunt? Hier? Ja, vandaag wel. 12 april, dat is hier niks te doen. 12 april? Nee. Ik zal niet weten wat, het is een normale dag. 12 april. Is er niks te doen? Nee, nee. Ik zal niet weten wat. Gewoon rust vanavond. Ja, niks. Ja.
Benny? Vindt hij er eigenlijk wel goed? Nee. Allee Jordi, toon een keer hoe je over een hangbrug moet gaan. Morgen is het park dicht, we komen niet. Het is afgesloten. Toen een keer hoe je over een hangbrug moet. Het is afgesloten. Ah. Ja, maar ik, ja, nee. Jordi, survival, deel 1. Survival, wat is survival, hè? Dat is, ja. Ik heb namelijk... Heb ik voor hangbruggen schrik? Dat weet ik niet. Heb ik er al op geweest? Waarschijnlijk wel. Heb ik er schrik voor? Dat weet ik niet. Maar dat weet je niet. De ultieme test. Ja. Doet die het of doet die het niet? In de volgende aflevering. Ja. Oké. Okay. Het is geen cliffhanger. Ja, nee, ja, nu is het wel de volgende aflevering. Wat gebeurt er op deze hangbrug? Zakt die door of niet? Gaan we erop of niet? Of gaan we eronder? Gaan we 12 doen. Wat zal er gebeuren met de Jordi? Die wordt weggekatapulteerd tot in een boom door. Ja, misschien. Doink, doink, doink. Dat is ook nog niet zo erg. Ja, Jordi gaat zijn parachute aan doen voor het geval dat hij eraf dondert. Hij heeft parachute al aan. Momentje. Hé, hij zal zeggen dat is slecht, hé, maar dat is niet slecht. En Jordi is hem aan het voorbereiden. Hij had hem zichzelf wat hydrateren met de Perrier. Reclame. Ik moet me wel mentaal voorbereiden op mijn angsten die gaan komen, hè. Ja. Dus, dat komt allemaal dik oké. Jordi is dat mentaal aan het voorbereiden. Uiteraard. Op de uitdaging. Alleen live hier op DLRP fans. Jordi. Maar ja, live is het niet echt nu. Ja, maar voor de mensen die kijken is het live, hè. Oh ja, dat wel. Oké, okay, we gaan de ultieme test aan. Durf ik? Wacht, Jordi. Oh, ja. Er zijn nog mensen die er eerst af willen. Ik heb stress. Ja, dan gaat hij. De eerste stappen. Komt het nog goed of valt op het verkeerde af? Dat ziet u in de volgende aflevering van... Jordi in Disneyland Parijs. Dat gaat niet goed. Ik zit vast. Ik kan niet meer verder. Nee, dat komt niet goed. Lukt het, Jordi? Nee. Hoe niet? Nee. Oh, maar mijn rugzak is in de weg. Ik moet rollen van de hand. Iemand moet mijn rugzak vastpakken. Het is te druk. Wat gebeurt er op de hand? Jordi? Het is iets te druk. Jordi doet Indiana Jones. Wat? Wat gebeurt er? Maar ja, ik heb alles tegen. Het is echt te zwak, hè? Het is veel te druk aan het worden. We moeten gewoon een film maken voor de hangbrug. Ja, zoiets. Oh. Ik ga vallen. Zie je? Kijk, ik val echt. Wie is er bang op de hangbrug? Iedereen. Oh. Ik val. Wat gebeurt er, Jordi? Lukt het? Ik weet het niet, ik ben niet. Ik kan hier niet op staan. Hallo. Ik moet zo houden. Het is een hangbrug. Die is echt niet stabiel. En geen mens bij om de koord door te snijden. Dat wordt een spectaculaire video dan. Oh.
Let's have Rico. Ik ben er niet. Kevin Rijt slaat hier doodangst uit, maar Jordi op de brug. Ja, ik ben heel bang. Ik ben echt super bang. Ik ben eerder bang voor hem dan voor die brug, denk ik. Oh. ik moet mezelf vertrekken, bro. Kan niet anders. Kan niet anders. er is hier te veel beweging. Oh! Iedereen springt hier op. Waarom? Waarom? Ze moeten dat verbieden in zo'n brug. Allee Jordi. Ja. Look it. Het is wel een stille brug. Jordi, rustig. Maar iedereen springt hier op, ik verlies mijn evenwicht. Ja, ik zie het. Ja, ik moet daar raken, ik ben er bijna. Oké. Laatste stukje. Komt dat goed, ja of nee? Ik denk het niet. Ville? Ville? Daar is er Ville. Ik ken dat niet, Ville. Oké. De Ville is over. Hey. Dat was op avontuur op de hangbrug met Jordi. Het is niet veilig, niet aan te raden dat druk is. Nee, dat is echt niet. Die gast is gestoord voor. Langzaam. Ja, dat is echt. Zeg Jordi, wat sta je veel hier te doen? Ik ben verrassend. Ja, ik zie het. Je telefoon staat er ook. Ah shit, die had ik nog, juist. Ja. Ik was dat vergeten. Hoe was dat vergeten? Vandaar dat dat allemaal van mijn rekening afvalt. Dat is mijn telefoon. Ja, iedereen zit hier op je kosten te balen in Disney. Oh, neem je telefoon op. Verkeerde zender. Ik heb antwoord gegeven. Zoals dat we dachten, slechte ontvangst in Disneyland Parijs. Lukt niet goed. Ze smijten gewoon de telefoon toe. Ja, eigenlijk. Jordi. Wat? Dat ze gewoon de telefoon toe smijten. Ja, omdat ik antwoord heb met de boer. Hé? Ja, ik heb geantwoord met een boer. Boer, wie? Welke boer? De boer van de gast van mijn buik. Ah, die van boer. Oké. Okay. Die boer. Niet de boer van de groentjes voor de hotdogs te maken. Ja, dat zijn veggie hotdogs, hè, tegenwoordig. De mensen staan hier allemaal in de rij voor een drankje. Hotdogs. Voor een frisse, warme wafel. Een frisse... Voor mij in de rij stonden. Een frisse, warme wafel. Ja, eigenlijk kunnen nog fans zijn van ons. Zijn dat fans? Ja. Is dat hier je fotolocatie? Ja.
Gaan we flight mob doen om 3 uur? Oh, telefoon! Je tiens à signaler à celui qui a perdu une boîte de clous en direction de l'Est que je l'ai retrouvé. Andy, doe de bestelling voor Peter. Et qu'il me doit 3 nouveaux pneus. Heb je het verstaan, Jordi? Ja, 3 hot dogs met cheddar sauce, met 6 cola's en 3 donuts. Nee, ik denk dat er iemand is die zijn auto kwijt is op de parking. Ah, dat kan. Ja, dat is bijna hetzelfde. Maakt niet uit. Maar ja, nee, ik had eigenlijk hot dogs verstaan. Zou ze dat hier ook in het Engels hebben? Hot dogs. Kijk dat nummer voor te balen hier. Ja. En bel de keer. 634-487-80. Nummer komt nu in beeld. Stort op rekening 00. Het is dorstig weer zo te zien. Drink Coca-Cola. Is koud, maar in dit geval is geen reclame. Geval, een beetje koud. Hashtag not sponsored. Ja, staat daar ook niet. Ja, staat er daar op. Staat er hier ook op Coca-Cola? Coca-Cola, maar wij sponsoren deze bedankt niet van Coca-Cola, behalve dat we een mis kopen met Coca-Cola erin. Dat was een korte uitleg. Een uitleg, wat een uitleg. Oh. Dan moeten we naar Indra dat uitpast. Wat gebeurt er? Dat is pantoffel dat ze niet hebben in mijn maat. Let's see. Ik heb een 48. Mensen die het graag weten welke schoenmaat ik heb. Kijk, ik heb van die bombastische schoenen 48. God, 48? Ja. 48. Dus mensen, sponsor hem even. En ik wil pantoffels. Nieuwe schoenen voor Jordi. Ja, en ik wil pantoffels. Maar die hebben ze niet. Hoe die hebben ze niet? Nee. Ze hebben alleen maar... Het zijn gevaarlijke pantoffels, hè. Morgens als je het bed komt met die pantoffels, ze steekt u in één voet erin. Ah, ze ben je! Wat een beetje, babo! Oh, dan zijn we wakker. Adjoen! Heeft u nog een snoepje voor mij? Nam, 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 nam. Nee, ze hebben mijn maat niet. Dat is zo jammer. Oh ja, misschien niet. Kijk, hoe moet je schoenen passen? Heel simpel. Nou, dat gaat niet passen, denk ik. Oeh, het is iets te klein. Moet je tenen opvloeien? Dat gaat niet. Oh ja, mijn kleine tenen is al opgevloeid. Ja, nee, ik geef het op. Geef je het op? Elke keer dat ik kom, hebben ze mijn maat niet. Nu weer al en niet. En binnen ook niet? Nee. Jawel. Nee? Nee? Maar we zijn al geprobeerd, nee? Zeker. Ja? Hier de eerste op zo'n maximum. Wat zeg je? Oké. We zitten in Animal Kingdom. Wauw. Inderdaad. Animal Kingdom. Ja. Die heb ik. Ik ook. Identiek hetzelfde en hier met Animal Kingdom erop. Ja. Allee, identiek is een groot woord, bijna hetzelfde. Klopt. Schandalig. Het is ook Animal Kingdom. Is dat het? Ja. Animal Kingdom in Disneyland Paris. Animal Kingdom, hier heb je dingen. Dingen, Expedition Everest. Of Animal Kingdom. Ja, hoop je dat hier dan? Dat is, nee, dat is Expedition Everest hier. Ja. A new park that opens tomorrow at Disneyland Paris. En dat is de Tree of Life. Ja, dat is verrassend. Met Avatarland. Ja. Animal Kingdom. 41? 42. Oh, was toch 48? Ja, dat heb ik niet. Hoe dat heb je niet? En 48 heb ik geen pantoffels hier. Zie je, Animal Kingdom gaat morgen dus ook niet. alle merchandise is al aanwezig. Ja. Ter info. Ja, ah, ja, inderdaad. Hier. Animal Kingdom Paris, zie. Ja, Mickey Mouse. Tomorrow, weet je Avatar Land. Oh, kijk. Sophie, hij heeft dan niet gehad, hè, want het is niet wel die dan. Zoiets. Ja, inderdaad. Dacht het al. Want het is niet wel. Dus, sowieso. Morgen wereldpremière. Wereldpremière, voilà. Hallo. Nee, stond nee. Op mijn benzine dan? Nee, nee. Hm? Niet goed. Ik sta er perfect mee. Wow. Ja, zo van nog. Kan erdoor. Ai. Doe sexy. Ik vind het zo beter. Oh. De veiliging is eraf. Wat dan? Nou, dat kan je meenemen. Ja. Ik heb die betaald. Oh ja. Kijk, nu is hij er goed aan. Daarnet niet. Nee.
Wat? Dory is waar. Ja, Dory is niet meer populair. Het is Stitch. Ja, dat, ja. Stitch. Stitch blijft ook altijd populair natuurlijk. Ja. Stitch. Pardon. Ja, ik ben Stitch aan het nadoen. Ah ja, dat kan. Ja. Maar Stitch past toch niet echt in Adventureland? Nee. Wat doet dat hier in Adventureland? Jawel, met dingen. Hoe noemt ze terug? Hoe noemt dat meisje terug? Dat doet het niet eens. Ik weet het niet, maar dat meisje van ah, Lilo en Stitch, Lilo noemt ze. Ja, Lilo. Ja, ja, Lilo past hier misschien wel, hè. We hebben juist nog halve nodig, maar voor de rest is het zo van. Wat hebben we hier nog allemaal? Jawel, bij Captain's Club Manager hebben ze halven. We moeten die wel zelf maken. Wat is dat eigenlijk? Dat? Ik ga dat een keer vlug vertellen. Je moet dat op je hoofd zetten. Maar nee, Jordi, dat is niet voor op je hoofd. Nee. Ja, toch wel. Nee, nee, nee. Jawel. Nee, nee, nee. Oh, jawel. Kijk. Oeh. Nee, maar dan moet je iets instoppen, maar wat is de vraag? Een GSM. Een portefeuille.